Maar als je de Olympische Spelen aan het racen winnen, dan leef je eigenlijk echt in eigen bubbel. Je zit net in de kranten, net, je hebt je telefoon. Dus je bent echt alleen jezelf bezig. Je wil me eens wekken, je doet je activatie, je zit aan het waar en de wien, welke baan je moet varen. En je leeft echt in een bubbel, totdat je niet een keer woon haalt. En dan zie je hoeveel mensen er mooi leven. Maar ja, ik ben natuurlijk een echte Wattenster. En het is echt fantastisch dat het dwarf op zijn achtermis zit. En ik waardeer het echt heel erg. En ik hoop dat we die jongen een leuk feestje mooi machinant kunnen hebben. En dankjewel. Freeze boots on, oh, oh, no, let's go.